Het Veerse Meer is zomers een pleisterplaats voor waterrecreanten. En het mooie weer van de afgelopen dagen vormt een uitgelezen kans om een zeilcursus te volgen. Ik heb een afspraak bij zeilschool Het Veerse Gat met instructeur Chris Sonneville. Chris, wat gaan we vandaag doen? Ik wou zo eerst een klein kort theorielesje in de boot doen. Dan wou ik wat vertellen over de windkoersen, waar de wind vandaan komt en hoe we dat noemen. Daarna vertel ik wat voor zeilen we aan boord hebben, wat de algemene dingen aan boord zijn. En dan wou ik lekker gaan varen. En dan gaan we een beetje sturen, dan gaan we eens kijken of dat lukt en dan gaan we eens kijken of we de wind kunnen vinden. Ik krijg cursus in een zogeheten valk, een sportieve lesboot. Ik leer het belangrijkste zeiljargon en word bijgepraat over de diverse windrichtingen. Daarna kiezen we het ruime sop in een poging om, zoals Chris dat noemt, de wind te vinden. Het Veerse Gat is één van de drie zeilscholen aan het Veerse Meer. Chris en zijn collega-instructeurs verzorgen cursussen voor jong en oud. Wij geven in principe twee soorten cursussen. Dat is een jeugdweek, dan komen kinderen een hele week op de zeilschool. En we geven cursussen in de vorm van privéles. En dan worden er 2 uur lang wordt er zeer intensief gevaren met de cursist. En die kan dan in een aantal lessen kan die zelfstandig leren varen met de boot. Voor boten die korter zijn dan 20 meter is in Nederland een zeildiploma niet verplicht. Toch is het volgens Chris raadzaam om cursussen te volgen. Als het plotseling stevig begint te waaien of als iemand overboord valt, moet je als zeiler weten hoe te handelen. Bovendien gelden op het water regels. Dus net als met autorijden, het starten en wegrijden is makkelijk, maar door het verkeer veilig door het verkeer komen is het toch best wel moeilijk. En er zijn toch allemaal regels die op het water waar je toch al rekening mee te houden hebt. Je zit hier niet alleen en het blijft een sport en het kan misgaan. Tijd vliegt voorbij op het water en mijn privécursus zit er alweer op. Ik ben bepaald nog geen schipper die de hoogste baren aan kan, maar de kop is eraf. Nou, ik heb een heerlijk ochtendje gezeild en ik heb als niet-zeiler een hoop geleerd. Bijvoorbeeld dat je in het zeilen nooit een normale wind hebt. Je hebt een halve wind of een ruime wind of helaas zoals vandaag helemaal geen wind. Maar ik kom zeker nog een keer terug en dan hopelijk met minstens windkracht 5.